Ze zitten van de week bij mij een klein dik mannetje uit het Gooi aan de bar. En die zegt, ik verveel me een beetje, weet jij niks? Ik zeg, er zit een uitzendbureau verderop. Je hebt een werk voor senioren, vind je wel gezellig ook? Hij zegt, gewoon ik meteen doen. Dus die gaat er naartoe en die komt in het uitzendbureau en die vertelt het zo. Nou zit die man, je komt als geroepen, ik word net gebeld door Artes. Ik kom een gorilla's tekort. Dus je moet een beetje een mannetje hebben met een beetje rond dik buikje. Hij zegt, ja, je bent perfect ervoor. Hij zegt, ja, gorilla's. Ja, dan moet je even een gorilla pak aantrekken. Dan moet je even door dat hok heen rennen een beetje. Je vreet eventjes een banaantje op. Hij zegt, meen je niet? Hij zegt, 3000 euro in de mand. Dan zit hij gewoon niet doen. Dus die gaat naar het artes toe. Die trekt het gorilla pak aan. En inderdaad, die gaat gooien met pinda's, je vreet een banaan op. En die ziet op een gegeven moment die liaan hangen. Met die liaan wil hij naar de overkant. Breekt die liaan af, komt hij in het leeuwenverblijf terecht. Hij denkt, god, kleren, dat heb ik. Komt een leeuw op hem afrennen. Brullen, brullen, brullen. Hij zegt, alsjeblieft, doe me niks, doe me niks. Hij zit die leeuw bij jou van het uitzendbureau.